Hey, goeiedag, zijn we weer. Nou, ik ben nog even druk aan het afladen met het hooi. Daar waren we de vorige keer een beetje bij gebleven. Meestal heb ik nou in het schuurtje liggen, nog even deze twee erbij. En dan heeft dat ook allemaal weer plek. En dan gaan we maar eens even verder met het avontuur hier op Oberon. Het heeft dan weer een tijdje geduurd, met de feestdagen en alles ertussendoor. Ik had de prioriteiten ook even iets anders liggen, want ik ben momenteel erg druk met livestreamen op Twitch. Want ja, daar heb ik een bepaald doel voor ogen, dus daar moet ik hem doorgaan. Maar ja, ik heb nu ook weer wat tijd voor de video's, dus pak me daar ook even weer op. Maar mooi verder hier. De boel een beetje opbouwen, verbouwen, aanbouwen. En dat al meer. Zo, nou, hooi op plek. Helemaal goed, shoveltje onderdak. En dan moeten we zometeen eens eventjes een combine aanschaffen, denk ik. En ook gelijkertijd een cultivatortje. Want we gaan de boel een beetje in versnelling brengen. We gaan ook gelijk even een veld klaarmaken. Dan schiet het tenminste een klein beetje op. Deze. Die kan onderdak. Die zet ik gewoon mooi hier neer. Dat vind ik een mooi plekje. En die pellet met honing, die staat er wel, maar dat staat niet per se in de weg. Kunnen we gewoon nog bij langs. Dat hooi ligt er ook. Staat ook niet in de weg, kunnen we ook bij langs. Helemaal mooi. Die daar. En deze trekker zet ik niet onder dak. Die zet ik direct voor de pers. Want die hebben we vandaag ook weer nodig. Gaat allemaal een beetje achter elkaar door vandaag. Maar we gaan combinen. We gaan stro persen. We gaan cultiveren. En nou ja, zo van al dat soort spul allemaal zoveel mogelijk. Zien dat we een beetje progressie maken. Deze zet ik eerst wel even hier neer. Nee, wacht, die laat ik gewoon al op helpen naar het veld toe gaan. Dan is die daar alvast. Het helpermenu. Ga naar, waar was dat ook alweer? Dat was volgens mij veld 38 hier. Dus als ik nou zorg dat die pers ongeveer hier ergens staat, dan moet het helemaal goed komen. Sorry mensen, ik moest hem even de weg wijzen. Nou, daar gaat hij. De groeten. En wat ik dan nu even wil doen, dan gaan we met de zetor naar de winkel. Daar komen we een cultivatortje achter. Achter de zetor. Achter de zetor. Dan gebruiken we dat ding ook even. Toevallig vandaag net in de modder gekomen. Een mooi, klein, handig, compact cultivatortje. Die we met deze zetor kunnen doen. Ja, dan kunnen we die net zo goed gebruiken. Ik heb dat ding. En zo heel veel andere functies zijn er nog niet per se voor. Maar ik vind het wel een leuk trekkertje om te gebruiken. Dus ja, moeten we dat ook een klein beetje doen natuurlijk. Ik prottel hiermee naar de winkel. En dan gaan we daar eens even een cultivator aan gaan. Zo, de mitter. Goeie, daarin. Daar lig je dan. Hallo. Ja, eigen schuld, ik had niet uitgekeken of er verkeer aankwam. Dat verkeer in 22, dat rijdt zo hard, hè. Het rijdt ook gewoon allemaal door. Nou, lekker is dat. Trekker op de kant. Dan eerst wel in de motor uitzetten. Zo, dat is beter. Nou, shoveltje er maar bij dan. Dan ben we net op weg en het gaat direct al helemaal fout. Mooi is dat. Reed hier niet zo hard. Hai. Nou, ik pak even shoveltje erbij. Gewoon die trekker weer overeind zetten. En dan hopen dat we niet te veel schade hebben. Maar dat kon ik er nou eigenlijk niet heel erg bij gebruiken, zeg maar. Ik denk, gaan we een progressie maken vandaag. Nou, liggen we direct alweer op de kant. Direct alweer dikke ongelukken. Wat een gedoe allemaal weer. Hoop ik wel dat shoveltje hem doen kan. Even goed kijken. Geen verkeer. Nee, geen verkeer. Ja, ik weet wel, het was mijn eigen schuld. Ik reed zo de weg op. Maar toch. Als je dan zo onmundig hard door moet rijden, dat is toch ook weer niet helemaal nodig. Hier, alweer een. Die jaagt me zo bijna van de zorg. Hike Hilton. Nou, eens zien of dit een beetje wil. Dat ik het ding weer in de handen kreeg. Zonder al te veel gedoe en poespas. Zou wel prettig zijn. Ja, hij staat weer. Nou, gelukkig. Shoveltje weer weg. En dan kunnen we dan, hoop ik, alsnog richting de winkel. Maar ik moet dus echt wel een beetje beter uitkijken, want anders krijg je dit soort malle fratsen. En voor je dat weet, is alles aangruzelementen. En kun je alles weer opnieuw doen. Zo, kloor. Nou, loop ik weer naar het zetertje toe. En dan gaan we apart. Dan maar hopen dat hij nog starten wil. Ah, dat zou goed zijn. Er zit ook geen zichtbare schade op. Dus dat is dan wel weer mooi. Nou, aan die proto-machine. Hier gaat het gewoon nog. En dan gaan we nou weer poging 2.
Pas op, mijn auto. Op naar de winkel. En dit keer zonder ongeluk, hoop ik. Nou, tot zover gaat het allemaal nog goed. Nou is het hier ook niet zo heel druk op de weg, dus dat scheelt dan ook wel weer een heel stuk. Maar het is wel heel goed uitkijken allemaal. Ook wanneer ik afslag, dat er geen auto's achter mij zitten die mij voorbij willen ofzo. Want dit moet niet te vullen. Nou, kijk eens aan, winkel. Gaan we eens even kijken voor een cultivator. En als het goed is, staat hij hier nu tussen, kijk, de ZAM 3 meter. Ja, het is 3 meter, is op zich ook niet heel breed, maar ik laat een mooi op helpertje dat doen. En dan komt het helemaal goed. De pennen die mogen bij mij wel zwart. Dat hoeft niet per se rood. Dit is prima zo. Kopen we. En bam. Doorliggend cultivator. Nou, die erin aanknuppen. En dan kan deze alvast aan de slag. En wat we ook moeten hebben, is een combine. Dus die moet ook gelijk aan mijn aanschaffen hier. Dan neem ik die mee. En dan laten we deze mooi op helper richting dat veld rijden. Als dat wil. De zeetoren die mag gaan naar, dat is veld 40, die mag gecultiveerd worden. Gaat hij doorheen? Daar gaat hij heen, helemaal goed. En dan ga ik nog even een keer de winkel in. Dan koop ik maar nog even mijn combine. Ja, dat is wel een flinke uitgave. En dan hebben we gelukkig een mooie Klaas erin staan. Een Dominator. Het is een oud bezig, maar die kost maar 70.000 en die kunnen we wel betalen. Ik had het liefst die Tucano gehad. Ja, ik heb nog geen geld voor een Tucano, dus huppa, een Dominator. Nou, dit vind ik op zich allemaal helemaal prima. Die kopen we ook. Ja, kunnen we wel huren, maar dat ding gaan we nog wel vaak gebruiken. Dus kopen we hem. Dan moet er nog even een knipper voor. Nou, dat moet dan ook maar deze worden. Het is maar 5 meter, het schiet niet heel hard op. Weet ik niet, deze is van de Tucano, maar die zal er misschien voor passen. Maar laten we ons geluk nog niet te veel beproeven. Want zo is het ook wel goed. Deze koop ik. En dan moet ik nog een MyBot aanhangertje hebben. Dan moet je zien of daar ook een speciale voor is of niet. Ja man, dat zal deze weten denk ik. De Klaas Dominator. De C510. Nou, die koop ik ook bij. Kopen. En dan staat daar een compleet pakket. En daar ga ik mee op pad. En dan komen we zo meteen bij de veld aan. En dan staan als goed is al die andere trekkers. Staan er helemaal klaar voor. Start die machine. Ja, MyBot kaartje was ook bijna niet nodig geweest. Maar goed, laten we het gewoon wel aan doen. Maar ja, we hebben gezien wat verkeer doet hier. En voordat je het weet, ram ze je aan de kant. Doe maar beter even zo'n kaartje erbij doen. Dat is toch net even een stukje veiliger. Ding er in mijn borst om. En dan kunnen we knippen. Volgens mij stond daar tarwe. Dus dat is wel mooi. Maar dat kan dan voor de tarwe is voor de kippies. Dat kan allemaal in de silo. En het stro kunnen we oppersen. En dat is dan voor de koeien. Dan hebben we in ieder geval ook direct voldoende stro. En dan hebben we ook ineens alles gereed voor de dieren, voor de kippen en de koeien. Dus dat schiet wel lekker op. En ik had het ook gehad over een schapenweide. Die ik dan wou maken in dat veld waar oorspronkelijk de boerderij staat op deze map. En dat gaat helemaal goed komen. Ik heb al een schapenweide. Ik moet alleen het formaat nog een beetje aanpassen. Dat het perfect in dat veld past. En dan kunnen we binnenkort ook daar schapen gaan houden. Dus dat gaat hartstikke leuk worden. Dan gaan we eerst even een klein stukje hier zelf knippen. En dan als we veel een mooi eindje op pad zijn, dan zet ik deze op helper. Dan ga ik strobalen persen. En het enige wat nog aangeschaft moet worden is een kiepertje om onze geknipte tarwe ook richting de boerderij te brengen daadwerkelijk. Maar goed, die kopen we straks wel. En dan is het best wel een hele koperij vandaag. Het geld dat is nou nog 185.000, dat is best wel flink weer wat vanaf zo. Maar gelukkig hebben we nog dat ene sojabonenveld is daar volgens mij, achter de boerderij. Daar moet klein, dat we daar een beetje geld mee kunnen verdienen. Kijk, dit wordt allemaal wel heel krapjes. Ik heb die zetel daar een beetje in de weg staan, maar het past. Kijk, en dat veld, dat gaan we er nou even afknippen. Nou, het MyBot-karretje zet ik hier neer, dan hebben we er ook niet zo'n last van. Zo, en dan knuppen we die bekker in vuur aan. En dan kunnen we los. En dan zet ik zo meteen eerst die zeetoren daar nog even op helpen. Kijk, want dan kan dat veldje mooi cultiveren. Dan is dat ook klaar. Ja, en ik heb nog geen mest, dus dat moet dan uiteindelijk met kunstmest, denk ik. Maar dat is voor latere zorg. Eerst maar zorgen dat er wat in die velden komt. Zodat we oogsten kunnen en wat kunnen gaan verdienen uiteindelijk. Misschien, ik heb hier ruimte genoeg.
Dus ik kan gewoon mooie lange rechte banen maken. Dan hoop ik dat de helper daar ook zo over denkt. Misschien toch voor de zekerheid in mijn kophakkertje ervoor langs. Want anders zie ik straks dat die helper constant daar in de hekken zit. Dat moeten we ook niet hebben. Dan zetten we gewoon eerst hem twee keer in de kophakker. En dan op en neer. Maar goed, voordat ik dat doe... moet eerst die zee toch even met me praten. Ik vind het wel mooi in dit veldje. Dit is geoogst. Moet landbouwkalk op. Nou, dat wordt hem even niet nog momenteel. Dat komt later wel. Eerst maar even een keer zo. En dan gaan we met dit oude gebakje aan het cultiveren. Dat is ook wel geinig. En als het goed is, kan die dat gewoon doen. Dingetje van maar 20 pk nodig. En dat het is een zeter. Kijk, ja hoor. Machtig. Om met al zeter op paard. Aan het cultiveren. Ja, dit zit ik op helpen. Dan kunnen wij hem op die combine. Kijk aan, dat is zo mooi. Dat komt wel goed, denk ik. Ja, hier langs de rand, dat doen we zelf nog een keertje. Ik ga aan het combine. Ja, ik wil progressie maken. Ik wil door. Beetje gang erin hebben. Dit is toch... Even zien. Ja, tarwe. Nou, helemaal goed. We vouwen naar de hulmachine uit. En we zetten hem aan. En dan gaan we eens even kijken hoeveel tarwe hier nou daadwerkelijk af gaat komen. Oh, ik wil wel stro hebben, dus we moeten dat niet versnippen. Dat is een beetje zonde. Strozwaarden aan. En gaan. Hier, we trekken eerst een twee koppakjes hier voorlangs. En dan kunnen we dan op en neer gaan. En dat kan mooi op helpen. En als dat dan op helper gaat, dan kan ik mooi met het balenpersje gewoon achter de combine aan. Dat leek me wel wat. En met een beetje mazzel, alhoewel, ja, ik weet niet hoe snel zich dit vult. Maar misschien gaat het hele veldje wel in de combine. Dan hoeven we nog niet eens een keepertje op te halen. Maar ja, moet het wel, mocht het wel nodig zijn, dan doen we dat gewoon natuurlijk. We gaan al die auto's hier stilstaan, omdat die trekker daar staat natuurlijk. Dat is misschien wel weer niet zo heel handig. Maar zo lukt het ook wel. Dus kijk wat er kan zonder die auto te beuken. Huppa, en weer door. Het stelt ook niet zo heel veel voor dit veldje, maar het is net een mooi voorraadje kippenvoer. Want als dit dan klaar is, dan hebben we voer voor de kippen. Dan kunnen we kippies kopen, krijgen we eieren. Dan hebben we daar mooi weer wat inkomsten van. En dan kunnen we tenminste een beetje doorpakken. Nou, twee banen kopbaker. Dat is wel een prima zo. En dan kan die helper hier in ieder geval fatsoenlijk draaien. En dan maak ik nu even twee banen op en neer. Die doe ik nog even zelf. En als ik hem dan op helper zet en er met de pers achteraan ga, dan komt dat denk ik wel goed. En anders moeten we desnoods tussendoor nog even een keer pauzeren. Want de shovel zal toch ook wel deze kant op moeten, denk ik. En de balenkar. Dus dat komt helemaal goed. Uiteindelijk. Nou, en als ik zo bekijk, ik zit nu al op 20%. Ik denk niet dat het hele veld in de combine past. Dus er zal toch ook nog een keeper moeten komen. Maar dat geeft niet. Die moeten we uiteindelijk toch hebben. Ik heb daar nog niks voor. Oh, die komen we dan zometeen wel eventjes. Denk ik dat ik dat misschien als eerste kan doen. Dan als de combine dan vol is, kunnen we hem in ieder geval gelijk lossen. Hier hoef ik niet per se een kophakker langs te doen. Want dat hij wat bij de buurman in het veld gaat, dat maakt me niet zo heel veel uit eigenlijk, eerlijk gezegd. Nou, gaan voor baantje 2. En dan schaf ik mij dan alvast even een keepertje aan. En zie die zetor daar in de verte als een malle gaan. Je ziet dan een heel klein groen stippie. Die heeft de gangen wel goed in, hoor. Helemaal niks mis meer. Zo, en de laatste meters van deze baan. Volgens mij, als ik hem nu op helper zet... en dan in de tussentijd de keeper ga halen... dan ligt er dan wel stro genoeg dat ik hem gelijk met de pers achteraan kan. En dan hebben we het aardig in de macht, denk ik zo. Zonder dat het allemaal heel langdradig en lang gaat duren. Ja, alle afleveringen waren tot nu toe een beetje baanpersen en zo, dus op een gegeven moment verveelt dat wel. Even kijken, op helper. En daar gaat hij. Komt er ook nog stro uit? Er komt ook nog stro uit, helemaal goed. Hoe liep dat hier met die alzeter? Hier, die heeft de helft er al bijna op zitten. Dan wicht dat de race met een rotgang met de kule er doorheen.
Hoppa, zakken. En dan gaat ze, hoppa. Machtig, mooi. Goed, ik ga hem de Kees erbij pakken. En we gaan het keepertje kopen. En dan kunnen we dan aan het persen. En voordat ik de Kees pak, kan ik beter alvast hem de shovel die kant op laten gaan om helpen. Ja, die is altijd wel een poosje onderweg. Dan staat hij daar in ieder geval. Dan kunnen we daarmee straks de boel opladen. Maar dit is tot nu toe wel al een erg handig dingetje. Ik kan het allemaal net doen met de baaltjes, maar dat is helemaal prima als je het maar doen kan. Geen verkeer. Nee, geen verkeer. Mooi. Nou, ga ik deze ook even die kant op sturen. Dan hebben we straks alles daar mooi staan. Nou, hier maar. Ik denk dat dat wel een mooi plekje is. Doe maar. U mag wel gaan. Op zich. Geen zin in. Ja, er geen zin in. Oeh, daar komt een auto aan. Snel achteruit. Hoi. Misschien dat die boel daarvoor net in verkeerd zat. Nou, ik zet hem even aan die kant van de weg. Maar we moesten dat de vorige keer ook om hem op gang te krijgen. Poging 2. Ga naar hier naartoe als ik kan. Helper A wordt geblokkeerd door een object. Wat vervelend. Nou, daar gaat hij. De lepels van de vork die moesten naar beneden wijzen. Anders zag hij dat op als een object waardoor hij geblokkeerd was. Raar ding. Ik ga met die trekker naar de winkel. Met deze trekker. En ik ga hem keepertje op aan. En dan hebben we ook ons complete wagenprak in actie. Op de auto naar. Maar ja, de auto die heeft ook niet echt per se een functie nu momenteel. Die staat daar wel goed in de garage. Maar de rest is allemaal in actie. Een bult bedrijvigheid. Nou, dan moet ik maar eens even een keepertje uitkiezen. Nou, dat hoeft geen heel verschrikkelijk grote te zijn, maar mag wel een beetje volume hebben. Dan gaan we eens even zien wat de opties zijn. Kijk, want deze die is maar eigenlijk net te klein. Nou, die keeper die hoeft niet per se 40 graden en zo. We hebben de Brandner. Ik denk de Rudolf. Ik denk deze. Dit vind ik op zich wel een mooi keepertje. 18,5 kuub. Dat is net wat voor onze tarwe en dat soort spul. Ik laat dit allemaal mooi standaard. Kenteken, vrolijkheid. Kopen. Ook weer 31.000 euro, maar dan hebben we wel een keeper. Kijk, daar staat hij. Nou, die knip ik hierachter en dan gaan we hiermee naar het veld. En dan kunnen we de boel in afmaak daar. Paaltjes persen. Boel wat opruimen. En dan schiet het alweer mooi op zo. Ja, een beetje vooruitgang mag hier wel, want ik weet niet hoe lang ik op deze map blijf natuurlijk. En de mods beginnen nu weer te komen. Giants heeft ook een beetje vakantie gehad. Ik zag al, er waren 1000 mods in afwachting van testen. Nou ja, de helft daarvan dat zal zo wel weggegooid worden, maar dan nog zijn er best wel veel. En ik hoop toch dat daar ook wat leuke mapjes tussen zitten. Zodat we ons een beetje kunnen onderscheiden van de rest. Maar ja, momenteel is het natuurlijk alleen maar de 3 in-game mappen. En er zijn wel een paar modmappen, maar dat is het ook nog niet per se helemaal. En ja, we zijn hier net bezig. Dus wat dat betreft valt hier ook nog wat een en ander te ontdekken. Dat is ook nog wel weer zo natuurlijk. Maar ja, we zien ook wel. Misschien gaan we hier nog een poosje door. Geen idee hoe het precies gaat lopen. Ik gooi de kleed nog vast los. Ik zet de trekker uit. En die combine die meldt zich wel wanneer die vol is. Ik ga gelijk aan het baan persen. Dan ben we vol in actie. Ik zie daar nog eerst de shovel staan. Volgens mij is die de weg een beetje kwijt. Goedendag, hier moet we heen. Ik neem het wel weer over, dankjewel. Nou, in ieder geval al zover deze kant op. Dan zit die nog in bij het veld. Dan gaan we dan aan het balen persen. Eens even kijken, die mag hier wel staan. Helemaal mooi. Hou maar. Bam, uit dat ding. En over in de steien. En dan zie ik de zwaailamp van de combine al zwaaien. Dat betekent dat die ook bijna vol zit. Nou, als die stilstaat, dan gaan we die kant wel op. En dan kunnen we hem lossen. Zal niet heel lang duren, denk ik. Nou, kan ik hier tussen nog toch even een paar baaltjes persen nog, denk ik. Geen idee of er nou eerst nog een hooibaal uitkomt. Want er zit wel 80% hooi in. Nee, dat wordt dus allemaal stro. Nou, prima. Ah, en er zult niet heel veel stroopakken afkomen, maar elk stroopakje is er dan er één. En dat is wel weer handig bij de koeien, want anders krijgen we geen vaste mest. Die eruit. Stroopakje nummer 1.
Maar ja, dat kwam ook omdat er nog 80% hooi in zat. Dan gaat het ook wel heel snel. En als dit dan op helpen kon, dan zette ik dit wel op helpen. Maar ja, dit kan niet op helpen. Mooi hem helemaal zelf doen. Ja, dat is ook niet zo'n probleem. Kijk, maar dan heb ik één wiers naar beneden, één wiers omhoog. En dan zit hij pas weer vol. Dus er worden niet al te veel stroobaaltjes. Dan ben ik daar ook niet per se verschrikkelijk veel van nodig, denk ik. Hoop ik. Maar ja, stroobaaltjes kunnen we ook verkopen. En dan is het misschien wel handig om er veel van te hebben. Ja, zien we wel hoe dat loopt. Hier, Nicomar, die pruttelt nog steeds door. Hè. Die zei al lang van ik zit bijna vol, maar... Toch heeft hij al bijna nog twee banen erbij gedaan. Ik ben benieuwd. Oh kijk, nou gooit hij de pijp uit. Nou is het gebeurd. Nou, mooi. Maar ik neem dit af dat we weer een beetje daar in de buurt zijn. Dan pakken we de keeper erbij. Kan die ook weer door. De ruimteing van Helper H is vol. Ja, zo'n idee had ik al, want hij gooide de pijp uit. Dus dan zal het ook vast wel zo zijn. Zorg ik dat deze trekker ook daar een beetje in de buurt is. Misschien wel mooi voor een screenshotje. Voor de thumbnail. Dus wij denken van, hey, dit beeld komt me bekend voor. Dat klopt. Want hier gaan we de thumbnail maken. Kom maar. Even zien, de keeper erbij. Kunnen we daar mooi de boel in lossen. Ja, wel mooi keepertje zo. En die gooi ik allemaal gewoon op de boerderij in de silo. Maar ja, de kippen die lusten nog best wel hard. Kwam ik in de livestream serie achter. En dan ga ik deze lossen. Dan maak ik eerst alles in klaar voor een screenshotje. Oftewel, ik zet even de hut uit. Is op zich wel zo mooi. En dan zetten we hem eronder. Kijken hoe dit een beetje uitkomt. Zo is het, denk ik. En dan gaan onze combine weer. Heel mooi. Deze even van het veld af. En die staat hier natuurlijk onmundig in het weg. Wanneer ik daar zo meteen met die pers langs wil. Dan kan ik die beter hier neerzetten. Nee, de keeper ook al aardig gevuld, zie ik. Ja, alleen maar beter om. Goed. En weer door. Dus kijk, dan gaan we nou weer deze kant langs. Nou, ik heb dus om de twee wiersen ongeveer een baal. Dus het valt op zich nog best wel mee hoeveel hier nou vanaf komt. Kijk, en zo gaat het ook best wel vlot, hè. Als je alles maar een beetje tegelijk aan hebt. Dan maken we een flinke vooruitgang. En weer een baaltje met stro. Dat gaat allemaal straks in de koeienstal. En dan wordt dat allemaal vaste mest uiteindelijk, hoop ik. Dat we dan weer zelf over het veld kunnen uitrijden. Ja, en ik ga proberen dit weer een beetje bij te houden in de videoseries. Ja, zoals ik al helemaal in het begin zei, ik ben momenteel erg druk op Twitch met livestreamen. En ik heb als doel om Twitch partner te worden. En daarvoor moet je toch best wel wat streamen her en der. En buiten dat is het ook enorm gezellig om te doen. En ook ontzettend leuk. Dus ja, daar gaat ook best wel wat tijd in zitten. Waardoor ik misschien net iets minder tijd heb voor de video's. Maar ja, aangezien ik ooit ben begonnen met YouTube, moet ik dat natuurlijk ook een beetje bijhouden. Jullie zijn hier niet allemaal voor niks geabonneerd op dit kanaal. Ik moet daar wel eens mijn video's opzetten natuurlijk. Wel zo eerlijk, wel zo leuk. Maar als je dus denkt van, nou, ik zie helemaal niks meer. Ik zie veel te weinig. Ik wil meer zien van wat Beza doet. Kom dan ook één keer langs op Twitch. Momenteel stream ik daar op zondagmiddag, woensdagavond en vrijdagavond. En dat is ook een beetje het ritme wat ik probeer vast te houden de komende tijd. En dat gaat best gezellig. Maar ik denk van, ik vind dat helemaal niks, dat Twitch, dat livestreamen, weet ik veel wat. Ik kijk liever naar de video's. Ja, dan is dat ook helemaal goed natuurlijk. Dan ga ik speciaal voor jou proberen om in ieder geval elke week één video weer op YouTube te krijgen. En ik heb een plan voor een nieuw project op Twitch. En zoals het nu lijkt, ga ik die streams op Twitch van het nieuwe project dan ook opnemen. Misschien editen en ook op YouTube plaatsen. En als dat gaat lukken, dat zou dus betekenen dat er sowieso daar iedere week wat van komt. Naast de gewone video's nog. Dus we hebben wel wat toekomstplannen voor dit jaar.
Maar wat het allemaal precies gaat worden, dat moeten we gewoon nog even bekijken. Het jaar is ook nog maar net 11 dagen oud natuurlijk. Daar kun je nog weinig over zeggen. Ik ben natuurlijk ook nog steeds met de studio bezig. Dat schiet ook voor geen meter op. Want ja, iets met geen bouwmaterialen kunnen halen en dat soort spullen. Maar ja, zodra dat weer kan en zodra de bouwmarkten weer een beetje los zijn, dan ga ik daar ook weer mee aan de slag. Ja, dat kost ook allemaal weer extra tijd. Allemaal tijd die ik dan weer niet aan andere dingen kan besteden. Maar goed, daar komt de boel wel weer ter goede, dus dat is niet zo heel erg. En weer één. Ja, mooi vlot zo. We kunnen de combine nog goed bijhouden. Gaat niet te hard. Ik denk tegen tijd dat wij daar zo'n beetje klaar zijn, dan is die combine ook net ongeveer klaar. De Zetor is al klaar, zag ik net. Die gaf ook een melding, dus dat is ook mooi. Dan kunnen we dat veldje gaan inzaaien. En als die dan hier helemaal klaar is dat alle balen draag zijn, dan kan het zeteltje op dit veldje aan de gang. Dat veld wat daar zwart is, kan ingezaaid worden. Wow, dan gaat het hartstikke mooi. Dan hebben we straks weer drie velden die volledig klaar zijn. Voor de plantjes om te gaan groeien en bloeien. Zodat we kunnen oogsten. En toch liggen al mooi vlotje baaltjes zo. Ik zie er 1, 2, 3, 4, 7 al. En met deze erbij, dat wordt nummer 8. Oh, een flinke voorraad. Wat dat betreft hoeven we de eerste tijd voor opslag voor de koeien. Hoeft het niet per se weer. Wanneer we nog meer gewassen hebben waar we stro van krijgen, dan kan dat mooi allemaal in de verkoop. Dat is allemaal weer handel. Dikke euro's. Ja, die zijn we ook wel nodig, want er moet nog heel wat aangeschaft worden. En nou, zoals je ziet, er zit nu 153.000 euro. Zo heel veel is dat helemaal niet. Er moeten nog kippies verkopen, er moeten nog koeien verkopen. En ik weet wel, als we de kippies eenmaal hebben, dan levert dat wel weer eieren op. We hebben wel weer inkomsten, maar toch, voordat je zover bent, moeten we eerst nog wel even heel wat geld wegdoen. En ik wil toch proberen om geen leningen af te sluiten. Als het echt niet anders kan, dan kan het niet anders. Dan doe ik dat toch, maar het mooiste is als het niet hoeft. Nou, en de combine is klaar met zijn klusje. Dan staat hij daar wel een beetje op een vervelende plek stil, want daar moet ik zo meteen met de pers langs. Nou, dat druk ik zo meteen aan de kant. Want dat is ook direct de laatste wiers die ik moet persen. Op de twee kopakkerwiersjes na. Dus er geen mooi synchroon zo. Nou, her en der liggen nog wat plukjes stro. Die cultiveert me gewoon onder, hè. Is ook wel goed voor de grond. En ik zou dit nog kunnen gaan mulchen, maar dan moet ik even zien hoe dat zit met die mulches, wat dat kost en spul. Want voor mij is dat voor die 2,5% die dat dan extra gaat opbrengen, is het dat helemaal nog niet waard op dit moment. Dan zou ik toch wel iets grotere velden moeten hebben, om daar, voordat ik daarin ga investeren. Eerst kijken, kan ik hier nog een volle baal uithalen? Oh ja, nee, ik heb die kopakker hier zijn ook nog, dat komt wel goed. Maar ik gewoon niet de helft laat liggen, dan helpt ook wel mee. Dan moet zo meteen eerst die combiner aan de kant zetten. Dat is wel mooi, dan kan die ook gelijk gelost worden. Dan is dat ook weer klaar, hoor maar. Even de combine lossen. Ja, dat ging toch best wel mooi vlot. Dan was het veldje ook niet zo heel groot, maar ja, dan nog. Voor mijn gevoel was dit een mooi snel klusje zo. En dit zit op 56%, dat is een goede 4000 liter. En dat betekent dat daar in die keeper ongeveer een dikke 8 ligt. Of goed 8, plus hier is 12.000 liter. Nou, daar kunnen we een heel eind mee komen met de kippies, hoop ik. Komen we daar niet gelijk voer voor te kopen. En dan hebben we dat gewoon straks in de silo zitten. Lossen, lossen. Nou, de combine kan ook wel blijven staan hier. Die moet met draaide motor natuurlijk, hè, tegenwoordig. Anders lost die niet meer. Nou, er wordt helemaal stro uitgeploeperd. Dat is ook weer mooi. Ligt het hier weer mooi minder paard. Wat was dat nou weer voor nodig dan? Goed, leeg. Klaar in. Richting mijn bordkar. Die alvast daar staan. Die moet je zien her en der nog een plukje stro. Die cultiveert me er gewoon onder. En zien, ik druk ook direct op mijn bordbret op het karretje. Dan hebben we alles straks weer klaarstaan voor transport. Beetje in de achteruit weer. Klapper hem door maar op. Deze direct voor elkaar. Dan hebben we dat allemaal weer klaarstaan.
Dat ding helemaal omhoog klappen. Anders dan past die kaart er niet achter. Zo, mooi. Oh, hij mag ook nog ingeklapt. Wacht. Voordat ik dat weer vergeet. Zo. Netjes. Even de laatste balen persen. En dan hebben we toch alweer 3 klussen klaar. Zomaar. Nou, eens even zien. Er komt sowieso hier nog 1 bal af. En dan wat in die pers blijft zitten. Dat is dan voor een volgende keer. Wat ik dan ook maar een volgende keer ga persen. Ik zie ook vanzelf wel. Er ligt geen volle bal meer. Maar ik haal die hele wiers nog wel in weg. En dan is dit de laatste bal die van dit veld afkomt. Althans deze ronde. Het zal vast nog wel een keer weer van het veld afkomen. Maar in dit geval was dit de laatste strobal van deze oogst. Dan ruim ik nog even deze wiers op. Die kan wel in de pers zitten. Dat wordt de volgende keer wordt dat wel weer wat. En dan is ook dit klusje geklaard. Nou, helemaal mooi. Pers uit. Pick up omhoog. Dan breng ik nou de pers naar huis. Dan haal ik de balenkar op. En dan gaan we de balen laden. Dat doen we niet nu. Dat doen we de volgende keer. Want we hebben weer een aflevering bij elkaar gesprokkeld zo. En de volgende keer gaan we de boel opruimen. Inzaaien. En zien nog wel meer wat er op ons paard komt. Nu, dat was het weer. Tot de volgende. Mooi.